Yo, wat up gasten van Gonzi Games, welkom weer bij een nieuwe, ja, het is alweer een tijdje geleden, een nieuwe DRD Survival. En ja, ik heb een tijdje niet geüpload, weet ik, waren wat troubles. Ik had wat andere problemen en zo, wat ik even moest afhandelen, dus, maar we gaan weer verder gezellig met Dukstad. Ja, Dukstad. Maar what the fuck, wat doe jij in Dukstad? Nou, simpel zat mensen, ik ga verhuizen. Ik ben uitgenodigd in Dukstad, om hier te komen wonen. Dan denken jullie van, ja, wat de fuck is Dukstad nou weer, wat is dat? Nou, dat is een stad eigenlijk, de soorten, maar dit is eigenlijk de nieuwe DHD community. Ja, stad, om zo te zeggen. Daar hebben we even aan een brainstorm over geweest, samen met Roel. Roel van den Berg als admin en als hardstyler, oftewel Sander de Mod, hebben we samen even gebrainstormd van, goh, hey, is misschien dit en dat wel leuk? Ja, dat waren ze mee eens. Toen dachten we van, ja, waarom ook niet? En toen heb ik besloten om hier naartoe te verhuizen. Ik heb mijn andere stuk heb ik natuurlijk nog steeds. Ik ga heel veel ga ik verhuizen hier naartoe. Maar ik ben daar bezig met allemaal minigames en zo te bouwen. Dus daar ga ik nog wat van maken, maar een groot gedeelte ga ik allemaal hier naartoe verhuizen. Ik ga heel veel afbreken, want ik was toch al van plan om de storage room af te breken. De beacons gaan hier allemaal naartoe. En dan ga ik hier onder. Ik zit namelijk op een hele mooie berg, zoals jullie zien. Ik heb mooi uitgezocht. En ja, daar woont ook iemand, maar dat vertelt nog niet wie daar woont. Dat zien jullie dan alweer. Ik heb allemaal buren. Hier woont bijvoorbeeld Jerry, Aurorion. Die hebben ook al eerder mee opgenomen met opnames. En dit is eigenlijk de Dukstad, om zo te zeggen. De Dukkiestad. Ja, raar. Die mensen denken van, ja, Dukstad. Ik ga binnenkort trouwens, komt er een hele leuke trailer online over Dukstad. Ga ik zelf even maken, ga ik zelf even fixen. Dan, dat is wel leuk. Dus ben je eigenlijk, kom je nieuw op een server. Heb je zoiets van, ja, ik wil graag mensen meehelpen. Ik wil een community gevoel krijgen. Ik wil echt in een soort met server krijgen. Of server krijgen. In een soort met gemeenschap komen waar ik gewoon met iedereen kan samenwerken. Meld je aan dan in Dukstad. Hier kan je voor alles doen eigenlijk. Hier word je gewoon geholpen. Er zijn hier genoeg voorraden, noem maar op, met je huizen. Je krijgt zeg maar een plot hier, kan jij uitkiezen waar je wil bouwen. Dit is bijvoorbeeld mijn stukje. Ja, ik heb mijn eigen park gekregen. Dat vind ik best wel cool. Ik weet nog niet hoe ik deze park noem. Het is nou nog Gonzalio Park, maar ik denk dat ik het even met Conchie nog wat ga noemen. Maar dat weet ik niet. Maar dit is een huisje die Jedi heeft gemaakt als voorbeeld. Van, nou ja, zo kan je het ook bouwen. Ik ga denk ik hier nog ergens mijn toren ook nog ergens neerplaatsen. Die ik toen had gemaakt op de andere kant, want die wil ik sowieso hier hebben. Mijn huis daar ga ik waarschijnlijk naar gebruiken voor iets anders. Kijken wat ik er nog mee ga doen. Ik moet alles nog even discussiëren hoe ik het ga doen. Want ik heb natuurlijk nog dorpsbewoners daar. Maar die ga ik ook vragen of ze hier willen komen. Natuurlijk gezellig met z'n allen. Gaan we in Dukstad wonen. Hier in Dukstad. Lalala, trailer, lalala. Dat was een kleine spoiler, maar dat maakt zoveel uit. Even kijken hoor. Wat kan ik jullie nog meer laten zien? Nou ja, zoals jullie zien, het is hier aardig groot. Er zit hier een swamp biome. En een gedeelte in een normale biome natuurlijk. Dit wordt mijn nieuwe huis. Mijn nieuwe villa. Waar ik mee bezig ben. Dat is mijn bedoeling. Want zoals jullie zien zit ik gewoon in een berg eigenlijk. En het is mijn bedoeling dat ik gewoon hier naar beneden ergens ga mijnen. Helemaal naar beneden zeg maar. En dat het dan... iemand is in... Maar dat, de bedoeling is dat ik helemaal in deze berg ga ik mijn eigen storage room natuurlijk maken. Helemaal automatisch. Hier komt mijn mooie tuintje en dat soort dingen. Maar ja... Ik ga hieronder ook natuurlijk nog een. We hebben hier natuurlijk een gigantische farm. Dat kwam ik later wel achter. Ik vroeg een poer. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat ik hier ergens een farmpje onder nog ga maken. Voor mezelf natuurlijk. Waar ik zelf voor kijk. Maar ik ben een beetje met mijn nieuwe huis bezig. Een beetje een nieuwe stijl. Een beetje klooien van ja, ga ik het nou zo maken of ga ik het zo maken. Maar dit wordt het eigenlijk een beetje. En dat had ik zoiets van ja, dat kan allemaal wel. En ook begint natuurlijk weer te regenen. Ja, daar vliegt nog iets heel vreemds. Kijk, misschien ga ik daar ook nog wat mee doen. Ik had laatst ik namelijk een duikplank. Heb ik een duikplank bovenop gemaakt. En dan kan je mooi in dit zwembad van iemand roepen. Ja, want ja, wie woont hier nou? Ja, wie zou hier nou wonen? Dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Ja, misschien woont Blubberjans Grondboomhuis. Het huis van de glijbaankoning. Ja, wie zou dat dan weten? De meeste mensen weten denk ik wel, die zijn series volgen. Maar daar vertel me niks over. Ik ga binnenkort ga ik natuurlijk ook met allemaal verschillende mensen hier in Dukstad ga ik gewoon opnemen. Lekker gezellig. De sfeer is wat anders natuurlijk. Ik ga natuurlijk ook gewoon door met survival. Geen probleem mensen. Er valt hier genoeg in de stad te doen. Ik wil nog van alles hier bouwen. Vannacht heb ik een hele mooie brug gemaakt. Heeft even wat werk in gezeten. Maar het was even nodig. Want er zit hier namelijk komt hier ergens een nieuwe game te staan. Wat
Sander heeft gemaakt, Hardzeilen, die heeft dit gemaakt. En toen zeiden ze, hey, we moeten een mooie nieuwe brug hebben. Ik zei, hey, bring me the stuff en ik fix het wel. Dus ik heb het eigenlijk zo gemaakt, zoals dit. Ik denk van, past mooi bij de stijl van die mooie tempel daar. Dus ik had zoiets van, ja, waarom ook niet jongens? Kan ik mooi dit gewoon fixen en dan fix ik dit wel. Ja, mooi hè. Ja, hier meer, dat hoor je nog wel. Ook al zei ik, er komt binnenkort natuurlijk een hele leuke soort met trailer uit voor Dukstad. Gisteren even snel bedacht, dus dat ga ik helemaal fixen. Dus dat wordt wel denk ik wel leuk. Ik denk dat jullie het wel leuk gaan vinden. Voor de rest, ja, we wonen hier verschillende mensen waar ik graag mee wil opnemen. Dus ja, wil jij graag Dukstad bijvoorbeeld joinen? Kan je ook een keer meedoen met opnames en zo. Hartstikke gezellig, maar ik laat jullie even de farm zien. Moet ik even denken waar die farm ook weer zat. Even denken. Wat een vraag. Waar zit die farm ook alweer? Even kijken. Ja, ik heel vreemd, hè, maar dit stukje. Ik denk dat er heel veel chests staan. Lijkt me altijd dood. Heel vreemd. Maar ik ga sowieso wil ik de mensen zijn huis ook nog even zien. Dat ze denken hoe het van binnen eruit ziet. Lijkt me wel een keer leuk om mee op te nemen. Dan gewoon met de gasten die hier wonen. Om dat gewoon te doen. Ik weet het. Er was hier aan het begin een farm. Weet je wat? Laat ik de volgende keer wel zien. Want als het goed zit, Jeremy. Ook op deze server. Dat is ook een van de owners van deze stad. Daarmee ga ik gewoon even wat. Denk wat derp of zoals je zien hebt. Zien we dan weer even. Maar ik denk dat ik nou nog even snel een stukje verder van mijn huis ga maken. Want ik vind op zich. Ik vond het wel een leuke design om het zo te doen. Kijk zo. Vet gaaf. Ja. Ja, ik moet verschillende dingen naartoe verhuizen. Ik ben ook heel veel in de nether bezig geweest. Want als je ziet van. Wat ik allemaal in de nether heb gevonden. Nou, poeh. Even kijken. Dit is een kleine spoiler. Maar ook, ja, dit. Allemaal chestplates. Daar ga ik nog wat leuks mee doen, denk ik. Ik denk dat ik er iets mee. Hè? Want ik heb namelijk een wipeout. Waar ik me twee keer in de week een event mee hou. Misschien dat ik iets leuks ga doen met de chestplates of zo. Ik heb kijken. Ja, verschillende diamonds. Ik heb voor alles gevonden. Oh ja, mijn paardje moet ik natuurlijk hier ook allemaal naartoe. Ik moet hier zoveel dingen naartoe verhuizen. Maar op zich wel leuk. Ja, ik vind het weer een leuke uitdaging. Het is weer wat anders natuurlijk. En waarom ook niet. Maar ik denk dat ik gewoon even een stukje verder ga met mijn huis. Kunnen jullie even lekker meegenieten? Kijk maar. Dit is het design eigenlijk. Dit zit er van de binnenkant een beetje uit. En dit is het zo van de buitenkant, zeg maar. Wel zelf. Dus ik ga er mooi even mee vet. Lijkt mij een slimme keuze. Even kijken. Volgens mij klopt dat gelijk al niet. Mij. Dat klopt gewoon. Oké, zeg eens nee. Klopt gewoon. Klopt ook, nee. Even kijken. Oh, ik zal het zien of ik heb eten. Ik heb eten. Ga je wel lekker smikkelen en smakkelen aan de steak. Zo. Nee, maar ik vond het wel leuk design zo. Ik ga hier ook nog een leuk barretje of zo maken. En dat we gezellig met z'n hier kunnen zitten. Misschien hier ergens een DJ room of noem maar dat. Misschien een leuk idee. Even kijken hoe ik het nog allemaal ga doen. Dus dat nog even de vraag van ja. Hoe en wat natuurlijk. Maar we gaan nou even een stukje verder met mijn mooie huisje. Ik denk dat ik de volgende aflevering wel af heb. En dan ga ik. Die aflevering ga ik met jullie de tuin lekker doen. Gezellig. Een mooi tuintje maken. Wel. Misschien een mooi jacuzzi en alles erop en eraan. Gezellig. Een mooi bergje. Misschien moet ik deze berg ook wel een leuke naam geven. Ik weet nog niet wat, maar moeten we nog even kijken. Even kijken. Lang wel even vliegen. Nee. Oh, dat vindt nadeel van vliegen. Het duurt zo lang voordat je blokje weg had. Ja, weet ik. Zo, die even. Kijk. Zo. En die daar. Volgens mij heb ik hier dan ook één staan. Doe het maar zo. Ja, ik vond het persoonlijk. Ik vind hem al mooier uitzien dan mijn oude huis eigenlijk. Ze hebben mijn derde huis ondertussen al. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik vind het gewoon leuk om dingen weer te vernieuwen. En gewoon wat andere dingen te bouwen. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Hier kan ik best nog wat donker hier op. Het heeft wat van Nordic stijl of zo, hè? Ja, ik vind het meer medieval, maar ja, ik weet niet. Ik pruts graag met daken tegenwoordig. Komt mede door Jerry eigenlijk. Vraag of hij in deze stad moet komen. Ja, vast wel. Heel goed komen. Ja, vast wel. De server gaat trouwens straks ook een tijdje uit. Waarschijnlijk een dag of een week, want er komt onderhoud voor 2.0 mensen. Eindelijk, DHD 2.0 komt eraan. Maar sowieso, join gewoon de server, man. Gewoon ASM 2.0, er komen zoveel leuke dingen bij. Ja, we weten al heel veel, maar niet zoveel natuurlijk. Maar ja, als je nieuwsgierig bent, join gewoon de server. Ik heb natuurlijk de link van de server op de Bycraft, zeg maar, waar je de whitelist kan kopen. Zet ik gewoon onder neer in de beschrijving, dan komt het wel goed. Dus dan zeg ik gewoon joinen. Gewoon joinen. Hai. Gewoon doen.
Kijk hoor, dan moet die zo. Die zo allemaal. Ik weet niet, ik zat een keer te klooien gewoon. En toen had ik zoiets van, ja, vreemd. Het zat ook zo geinig. Nou, zoiets van, wat. Laat het ook maar zo staan. Het is weer zo wat anders. En ja, het is gewoon apart. Om zo te zeggen. Even kijken, nog even zo. En dan doe ik het nog even zo. En dan heb je zeg maar een beetje design. Ja, je kan het verschillen, maar je kan het helemaal anders maken dan dit natuurlijk. Het is maar hoe je het zelf wil. Want dat verschilt natuurlijk weer een beetje. Even kijken hoor. Gaan we die pakken. En dan gaan we mooi even zo'n design doen. Zo, dat doen we niet zo. We moeten natuurlijk straks weer aan de binnenkant maken. Kijk eens zo. We doen hier een mooie white stained glass in. Vond ik wel mooi, dus wat anders dan die standaard glas natuurlijk. Ik had zoiets van, ik zit bovenop een berg. Dan is het een beetje bevroren, iets bevroren glas. Is natuurlijk heel leuk. Dus weer eens wat anders sneeuw. Even kijken, die zo. En die dan zo. En dan pak ik natuurlijk de ookhoed. Zet een mooi zo neer. Ja, dat is mooi. Zo, heerlijk. Heerlijk hoor. En dan hadden we dan dit hier. Veel variatie, veel verschillende kennis. Veel verschillende kleuren natuurlijk. Zo. Die zo. Glas heb ik ergens in een kistje als het goed is. Straks maar even kijken. Even kijken. Zo. Wat klopt hier niet dan? Maar oh ja, ik zie dat. Ik zie het nog even zo. Zie en dan kan ik het pas zo aan. Ja, dat was het. Even kijken. Dan doen we die natuurlijk nog. Toortje kan weg. Dan doen we die zo niet. En dan even kijken. Dit zo. En dan, oh ja. Geef gelijk weer een andere indruk. Hè. Dit is trouwens de achteruit ingang. Volgens mij. Ja, want daar komt mijn tuintje. Ja. Misschien een mooi Chinees tuintje. Een mooi Chinees tuintje. Geen leuk idee. Maar, zoveel idee. Ik heb in ieder geval al mooie bloemetjes hier staan. Wow. Zagen jullie dat? Het was een dikke flint. Oh mijn god. Here we go. Nou, ik denk dat zo. Ik ga even snel naar mijn andere home. Dat is Home Revival. Daar zit mijn oude storage room. Dus dit moet allemaal mee, jongens. Dit moet ik allemaal meenemen. Maar ik ga eerst gewoon een storage room maken. Ik heb al een beetje een design bedacht. Dat wat zo zeg, want dit wordt geautomatiseerd. Komt het in die chest, maar dat ga ik helemaal leuk. Er staat al prototype, prototype. Dat kan ik zo maken. Mijn toren neem ik natuurlijk mee. Verschillende dingen ga ik gewoon meenemen. Dit had ik ook nieuw gebouwd, dus even kijken wat ik hiermee ga doen. Ga ik gewoon ook weer meenemen, denk ik. Ja, het is gewoon wat anders. Maar dan ga ik jullie nog even een kleine spoiler geven. Van mijn waar ik nog weer mee bezig ben. Ja, en hier was Jerry bezig. Paardenstal, dieren moeten allemaal mee natuurlijk. Meestal laat ik hier denk ik gewoon staan. Ja, Joey is een mooi visshutje. Joey's huis daar staat nog. Ik weet niet wat hij wil of hij wil hier blijven wonen. Ik hoor het wel van hem. Zou vast wel goed komen. Maar ik laat jullie nog een beetje een spoiler zien van een nieuwe game waar ik mee bezig ben. Kijk, hier heb ik de muur al gemaakt. En dan geef ik jullie daar een kleine blik. Tribunes en... Oh mijn god, ja, ik wil meer dan genoeg dat ik jullie laat zien. Ik wil zeggen, dan hou gewoon een keer mijn kanaal in de gaten. Of kom gewoon op de server. Tot een nieuw event. Er komen twee games te staan. Wat, ja, dat is de vraag, hè. Wat komt er? Dat is nog een beetje een verrassing. Maar mensen, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil even slash home. Ik ben weer bij mijn nieuwe home. Bij mijn nieuwe homie. En dan zie ik jullie de volgende keer sowieso weer. Bij de nieuwe survival. Even kijken of dan misschien iemand meedoet. Of mij komt helpen met de tuin in te richten. Gaan we even kijken. Maar willen jullie deze server joinen? Kijk dan. Of klik bij de druk. Even op de link hieronder. Daar staat alle info op. Hoe je op deze server kan komen. En dan moet het voor de rest wel goed komen. Mensen, voor nu zeg ik wil ik jullie hartstikke bedanken weer voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer. En voor nu mensen, later.